We hebben een dag gesproken over mobiele journalistiek. Ruud van Gessel, met jou zijn we afgetrapt vandaag. Jij bent de grondlegger van dit geheel. Gislaine, jij was de centrale presentatie. Ik wil eigenlijk even met jou beginnen. Want toen jij de dag begon, zei je... Ik wist van tevoren niet wat Mojo was. Hè? Oftewel, je stond er mooi blanco in. Als jij nu terugkijkt naar vandaag... Wat zijn dan de dingen die je zijn opgevallen die je meeneemt? Nou, wat me vooral is opgevallen is dat ik op zich... Ik wist natuurlijk wel dat er mobile journalism was. Maar ik wist niet dat Mojo daar de afkorting voor was. Ja. Maar wat me vooral is opgevallen is dat ik... dat het zo'n ontzettende belangrijke tool is. En dat het... dat het gewoon voor veel mensen... dat het zorgt dat er nieuws... dat er nieuws gebracht wordt vanuit plekken waar je normaal misschien geen nieuws kan maken, omdat het of een gevaarlijk gebied is, of dat bepaalde mensen normaal geen journalist zouden kunnen zijn, omdat ze of vrouw zijn, of wat de reden dan ook is. Dus ik dacht er meer aan dat mobile journalism meer iets is van de jeugd en dat iedereen dat nu doet, maar ik had er niet echt bij stilgestaan dat het echt zo belangrijk is. Dat is wat ik voornamelijk meeneem van vandaag. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een onderdeel van de programmering, Ruud. Hè? Want jullie hebben ervoor gekozen om hashtag Our Stories, waar dat een van de voorbeelden van was. Maar wat zij natuurlijk heel sterk doen. Naar 40 landen toegegaan om daar communities op te leiden, verhalen te vertellen. Inderdaad verhalen die we normaal gesproken niet of nauwelijks zien. Waarom vond jij het zo belangrijk om hun hier te hebben? Nou, kijk. Zij laten zien, hè, wat je dus met die smartphones, want ik begin toch even met zo'n smartphone, zou ik maar zeggen. Wat je kan doen als journalist, als mobiele journalist opeens. Je kan verhalen vertellen die anders nooit vertoond worden, of nooit verteld worden, ik zeg het verkeerd, die nooit verbeeld worden. Je merkt ook dat, wat Gislaine terecht zegt, het is een uitstekende tool voor bijvoorbeeld vrouwen in gebieden waar je geen toegang hebt tot televisie. Ja, dat kan om verschillende redenen zijn, religie is allemaal wel. Ja, maar dan krijgen zij toch de mogelijkheid om dat verhaal te vertellen. En dat is eigenlijk ook wat ik van het begin eigenlijk wilde. En Yusuf en Soumaya, zijn vrouw, zijn een voorbeeld. Zij zijn er als eerste mee begonnen. En zij dragen dat op een buitengewoon mooie manier uit. Dus ik was dolblij dat ze natuurlijk alle twee hier waren. Ja. Ik heb ook het slotpanel gezien. Ja. En ik als... man afkomstig van wat men tegenwoordig de mainstream media noemt. Zat toch te denken, is die tegenstelling nou wel zo aanwezig en wel zo nodig? Je bedoelt de tegenstelling tussen mainstream en... ik denk dat die er wel is. Want als je nou kijkt naar de vragen die gesteld werden vanuit het publiek. Er was toch een vrij jonge, vond ik, 23 jaar. Die zei van, ja, maar als het bij de NOS... Om even gechargeerd te zeggen wat hij zei. Als het vanaf de NOS komt, dan weet je eigenlijk dat het waar is. En al die andere filmpjes die door Mojo's worden gemaakt. Of door gewoon citizen journalist. Weet je eigenlijk niet of het wel waar is. En het is toch een jong iemand die daarmee komt. Zo van, ja, ik vertrouw de NOS en ik vertrouw eigenlijk mainstream media meer dan dat ik vertrouw wat Mojo's of citizen journalist of hoe je ze ook noemt maken. Dus in die zin denk ik dat het wel heel erg belangrijk is om dat naast elkaar te zetten. Ik denk niet dat je ze ook los van elkaar moet blijven zien. Ik denk dat het heel goed is dat een paar keer werd benadrukt dat het allebei zijn waarde heeft en dat het eigenlijk en is. Maar het is ook goed om te kijken naar dat het wel twee verschillende werelden zijn en... Ja, het zijn nu nog heel erg twee verschillende werelden. En in sommige gevallen misschien is dat ook heel goed. Omdat je dan misschien ook scherp blijft. Ja. Maar goed, dat is jouw voorbeeld. Iemand die zegt van... die is eigenlijk de oude manier van kijken. Van de NOS is goed. Ja. Maar doorgaans, als mensen het over mainstream media hebben... bedoelen ze eigenlijk... dat zijn die media die niet goed zijn. Oh, okay. Dat is doorgaans wat mainstream media is. Ja, kijk, weet je... ik zeg het altijd nog makkelijker. Mainstream media is trouwens ook... zijn ook alle kranten en alle blaadjes en noem maar op. Kijk, als je het in Nederlands perspectief ziet... je hebt de linkse kerk en je hebt de Telegraaf. Dat is eigenlijk... linkse kerk is mainstream media... en de Telegraaf is propaganda. Dus, maar het is natuurlijk... Ja, ik doe altijd lekker graag zwart-wit... anders schieten we ook niet op. Maar kijk, er zit natuurlijk geen enkel verschil tussen de Trouw, het Parool of wat dan ook, het Volkskrant of het NRC. In die end schrijven ze allemaal hetzelfde. En laten we het nog één keer zeggen, dat is de linkse kerk. En die andere bladen doen niet mee. Er is er maar één van, dat is de Telegraaf. Met die Mojo's heb je natuurlijk wel zo
dat zij kunnen dat nieuws zelf distribueren. En dat is het grote verschil. Kijk, normaal zit er een sluis tussen, een redactie, een eindredactie, een groot televisieapparaat. Want hoe krijg je anders een item uitgezonden? Ik bedoel, ja, er moet wel iets achter zitten. Alleen nu is het zo, ja, druk op die knop en hij doet het. En wat zo mooi was, en dat, nou ja, dat heb je ook fantastisch gedaan. Dat, kijk, het gaat natuurlijk in the end, het is journalistiek. Ja, dus nog altijd gaat het over waarheid en dit en dit en dit. Hè. Maar het is wel zo dat onderwerpen die normaal niet, hè, wat jij ook zegt, die normaal niet aan de orde komen, worden nu wel gemaakt. En dat is een essentieel verschil. Want binnen de linkse kerk blijft het de linkse kerk. Maar al die mojo's zijn heus niet zo ver weg van die linkse kerk. Maar ze durven wel andere onderwerpen te benoemen. Die anderen niet durven te benoemen. Ja, en dat is natuurlijk al gewoon een fascinerend fenomeen. Ja. Nou ja, en wat ik zelf vaak merk. Dus kijk, onder journalisten is de journalistiek het hoogst. Tuurlijk. Het hoogst in de wereld. Maar voor de meeste mensen die verhalen vertellen, is of het journalistiek is helemaal geen, dat is helemaal niet een interessante vraag. Ja, en dat geldt voor mij eerlijk gezegd. Had je in het begin had je natuurlijk de blogs, die eigenlijk, wat nu de video is, was toen het geschreven woord. En wat ik toen altijd zei, van ja, maar het zorgt er voor mij voor dat ik een rechtstreeks lijntje heb als lezer met iemand die ik op een bepaalde manier vertrouw op zijn thema en die mij daar zijn kennis over deelt. Hij pretendeert geen journalistiek te bedrijven, dat is nou geen journalist. Maar ik haal wel de informatie bij de bron. En ik denk dat eigenlijk bij die met mensen die met video hun verhalen vertellen, zonder dat die pretenderende journalisten zijn, iets vergelijkbaars is. Dus de meeste mensen willen helemaal geen journalist zijn. En journalisten denken van wel, heb ik wel eens het gevoel. Ja, maar dat was mooi met dat Yusuf dat onderscheid maakte. Hij zei, omdat iedereen nu een mobiele telefoon heeft, kan iedereen een reporter zijn, maar dat maakt niet iedereen een journalist. Dus ik vond het leuk dat hij heel erg dat verschil maakte. Ja. En ik denk dat het heel erg waar is. Ja. Maar misschien is hij eigenlijk ook zelf best al, want hij is natuurlijk eigenlijk gewoon een journalist die, hij is gewoon journalist, punt. Weet je wel? Hij is gewoon journalist, hij zat bij CNN, hij is gewoon een journalist. Ja. Alleen wat zijn kracht is dat hij de durf heeft, want dat had ik misschien vanochtend nog over, of de andere keer met elkaar zat te praten. Kijk, hij heeft de durf genomen om dat rare apparaatje te gaan gebruiken. Hè? En waar je dus inderdaad ook mee kan uitzenden live, drukt op een knop enzovoort. Ja, niet veel mensen hebben dat voorgedaan. Hij heeft dat als eerste gedaan. Heeft gekozen om het apparaatje vervolgens te gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. Hè? Dus om op plekken te zijn waar gewone journalisten niet zijn. Maar in die end, hij was ook gewoon oorlogsverslaggever bij CNN. Ik bedoel, alleen hij was wel de eerste die daar, toen hij daar was, dat hij op dat ding ging indrukken. Ja. Ja, en dat vertelde hij ook. Hè, dat ze reden dan natuurlijk gewoon naar de eerste, toen het allemaal daar begon in Syrië. Rij je dus met een grote auto, met camera's, met de hele shit, rij je daar naartoe. En op een gegeven moment denk je, nou, laat me thuis, want dit gaat veel sneller. Precies. Of sneller, beter, ja. Zeg het verkeerd. Ja. Beter, beter. Jij hebt natuurlijk het programma mede samengesteld. Maar als jij nu de dag terugkijkt inhoudelijk, wat blijft jou dan bij? Twee dingen. Eigenlijk het allerbelangrijkste is dat de gasten en iedereen en de panelleden en jij ook goed waren. Dat wist ik wel. Maar het andere wat me heel erg is bijgebleven, dat je merkt hoe goed dat publiek reageerde. Er zaten veel jonge mensen die waren heel goed op de hoogte, waren niet bang. Kijk, normaal heb je wel eens met jongen, als je een jong gezelschap, dan durft niemand wat te zeggen. En allemaal een beetje eng enzovoort. Dat is onvoorstelbaar. En dat betekent eigenlijk, los van dat het blijkbaar een hele goede opleiding is. Hè, dat we de meeste waren van die Breda University of Applied Sciences. Dus dat is sowieso dan een compliment aan hun. Maar ik denk ook dat jonge mensen, deze jonge mensen, zijn opgegroeid met Snapchat enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die hebben de schroom niet meer. Die durven gewoon te zeggen, kijk, toen ik zo oud was als hun, nou was ik maar een verlegen figuurtje, zou ik maar zeggen. Ik was wel aardig, hè, maar om dan iets te zeggen in het openbaar, wacht even. Die schroom is weg. Ja. En ik denk dat dat bij die generatie hoort. En dat is mede te danken aan, ja, toch aan die rare apparaatjes. Aan die social media. Dat je altijd connected bent. En dat je ook dingen durft te zeggen. En te laten zien. En jezelf ook te laten zien, ja.
Het is nu ongeveer 10 jaar dat we met mobiele telefoons rondlopen, pas. Ja. Dus, althans, het is 10 jaar sinds de iPhone. Dus dat is, laten we dat moment eventjes... ongeveer 10 jaar. Als jij nu zelf kijkt naar media maken en media consumeren. Ja, het is eigenlijk een vraag waar ik bijna zelf het antwoord op ga geven. Maar het is leuk om er weer even stil bij te staan. Ja, dat kan ook. Ja. Nee, de impact van dat is wat jij zei. Dat kleine apparaatje wat jij uit je binnenzak haalt. Wat is de grootste impact die jij ziet? Die ik zie of persoonlijk? Ja, ik zit vanuit een journalistiek, vanuit een mediaperspectief. Dus niet dat je kan WhatsAppen met je vrienden die je normaal gesproken niet sprak. Maar vanuit een mediaperspectief, hoe heeft het jouw wereld veranderd? Ik ben natuurlijk zelf geen journalist. Dus dat wil ik even gezegd hebben. hoe heeft het mijn wereld veranderd? Ik merk eigenlijk vooral dat ik het fijn vind dat op bijvoorbeeld Facebook en andere social media, dat ik beelden zie die mensen zelf onderling met elkaar delen. En die mensen dus zelf hebben gefilmd. Bijvoorbeeld inderdaad wat al werd aangehaald. Mensen die met bodycams dingen hebben gefilmd en wat dan verspreid wordt. Dingen die je normaal anders niet zou zien. Ik vind het ook lastig, omdat ik dan soms denk van in hoeverre is dit waar wat ik zie. Weet je, daar ging het ook al over. Van klopt dit wel? Want je weet het niet. En misschien heeft iemand dit wel gefabriceerd. Maar ik vind het vooral heel fijn dat ik meer zie. Dat ik meer word uitgedaagd om na te gaan van klopt dit nieuws? Want dat deed ik misschien minder bij andere nieuwsberichten die ik op het journaal zou zien of in de krant zou lezen. Terwijl daarbij zou ik eigenlijk ook zelf misschien wel moeten factchecken. Want waarom neem ik dat maar gewoon klakkeloos aan? En nu word ik veel meer uitgedaagd om het gewoon zelf bij mezelf na te gaan. Klopt dit wel of klopt dit niet? En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. En Ruud, dit is eigenlijk nog maar het begin. Hè? Want we zien al op internet zie je soms al voorbeelden van artificial intelligence. Waarmee het al mogelijk wordt om iemand iets te laten zeggen wat hij niet gezegd heeft. En zelfs in video. Dus het wordt nog veel belangrijker in de toekomst om met z'n allen te kunnen verifiëren. Of dat soort dingen. Oftewel, gaat in de toekomst gaat de techniek dat doen? Of wordt de journalistiek nog belangrijker? Nou, kijk. Daar moet je eigenlijk heel eerlijk in zijn. Een groot deel gaat natuurlijk de techniek dat doen. En dan kun je alleen meer... Kijk, ik zit soms in mijn hoofd altijd in een andere abstractie. Je kunt alleen maar nadenken, wie levert die techniek nou eigenlijk? En dat komt eigenlijk alleen maar uit Amerika. Dus ja, dan hebben we toch een licht probleem. Ja, een paar dingen zul je nooit meer kunnen controleren. Nee. Maar dat is hetzelfde als... Kijk, in die zin is er niks veranderd. Je had toch die hele beroemde foto op die Brandenburger Tor... na de Tweede Wereld, dat die Russen daar die vlag of zoiets... Nou, die vlag heeft geloof ik wel 6 nationaliteiten gekregen. En het originele negatief is zoek. Dus ja, in die zin zal er niet zoveel veranderen. Ik maak me nergens over zorgen over, omdat niks is te stoppen. Het enige waar je over kan nadenken is... dat zeg ik, dat het grootste deel van die technologie komt uit Amerika. Daar wordt het gemaakt, daar wordt het gecontroleerd. Wij kunnen allemaal wel net doen alsof we dat zelf doen. Nee, dat doet iemand anders voor je. Ja. En een ander ding is dat, wat Youssef ook zei. Kijk, er komen zeg maar elk jaar bij wijze van spreken 1 miljard mensen bij. Uit India, China enzovoort. Die dus instappen in dat nieuwe niveau. Kijk, wij weten nog bij wijze van spreken dat er manipulatie kan zijn of fake news. Alleen zij vertrekken dus eigenlijk van nul. En of dat dan altijd een goede ontwikkeling is, dat weet ik ook niet. Nee. Je bent een initiatiefnemer van dit geheel. Je hebt een rijke geschiedenis in de media. Dus je bent, net als ik zelf, begonnen bij de mainstream, allerlei mainstream kanalen. Ja. En hebt de kracht ervaren van de nieuwe mogelijkheden. Als jij tot slot nog even daarover na vandaag... hoe belangrijk wordt de mobiel? Het was een van de vragen die of iemand uit het publiek stelde of die jij stelde. Die zei van ja, als in de toekomst worden de mojo's zeg maar belangrijker of de mainstream media. Waar gaat het heen? Nou, kijk, die mojo's krijgen een andere naam. Alleen we hebben die namen niet gevonden, maar die heten dan video creators of zoiets. Kijk, gewoon journalisten?
Nee, ik heb niet lopen met een pen en een bloknoot. Nee, dat is plagen. Nee, maar niet naar jou toe, maar naar de beroepsgroep. Maar de ellende is dat die telefoon wordt nog veel beter. Dus zelfs mensen die helemaal niks meer kunnen, dan gaat dat ding misschien wel de horizon voor je recht zetten. Weet je? Dus er kan eigenlijk niets meer fout gaan. En dan krijg je alleen dat natuurlijk moet het gecureerd worden. Moeilijk woord voordat iemand gaat kijken of het wel uitgezonden kan worden. Maar ja, tegen die tijd dan is echt alles online. Ik heb ooit een paar jaar geleden tegen iemand gezegd voor de grap. We gaan de kant op. Wij zetten nu soms onze mobiele telefoon uit. Ja, want dan kun je zogenaamd niet gestoord worden. Er komt een moment, heel dichtbij, als iemand zijn telefoon uitzet, dan is hij met iets stouts bezig. Ja. Want het ding zal altijd aanstaan. Het kan nu al technisch. Het kan nu gewoon technisch dat ik hem gewoon aan heb. En dat ik ook nu, dus, nou, ga ik jullie weer filmen. Leg hem weer neer. Ja, dus als je hem op een gegeven moment echt uitdoet, dan ben je verborgen. Dan ben je met duistere zaken bezig. Ja. Maar ja, misschien zijn die duistere zaken ook wel leuk. Ja, nieuwswaardig. Hopen dat iemand anders het vindt. Nou ja, en is eigenlijk niet de kans eigenlijk, zeg maar, het grootste dat... Ik vind het altijd logisch, dat ik zou zeggen, dat is een te verklaren ding op zijn minst. He, dat als jij, daarom zijn journalist, tv-journalisten ook de laatste die de overstap maken. Want die komen uit een andere tijd met hun eigen dingen. Radiomensen zijn eerder met video gaan werken, omdat die dat eigenlijk daarvoor niet... En die kregen daarmee er een taal bij, zeg maar. Is het gewoon niet zo dat op een gegeven moment iedereen met een mobiel... dat eigenlijk het hele begrip niet meer bestaat? Dat iedereen gewoon met iets als een mobiel zijn verhalen vertelt? Ja, maar kijk, maar dat is er steeds wat ik bedoel. Kijk, ja. Straks doet het ding het altijd. Hè? En ik heb ook al eerder gezegd... Kijk, vergis je niet, een baby die nu geboren wordt... Hè, ik zei het al, die krijgt straks als die 5 of 6 is... zij 5 of 6 is, een iPhone 10... En dan heb je het over een kindje van misschien 5 jaar. Dat is ja, het is fantastisch. Ja, want een andere mensen zeggen, ja, dat is erg. Of dat moeten we niet hebben. Of dat moet verboden worden. Ja, dat gaat dus niet. Ja, en dan moet je eigenlijk alleen maar de kansen van dingen zien. Je moet de positiviteit van dingen zien. Ja, de mogelijkheden die je erbij krijgt. En aan de andere kant, het kindje wordt vanzelf volwassen. Ja. Dan leeft hij ook door. Ja, ja. Hey, allebei ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Alle interviews die we vandaag gedaan hebben komen on-demand beschikbaar. Worden mooi gebundeld, zodat je ze kunt bekijken als je wat gemist hebt. Ik vond het een hele leuke dag. En ik ben een hele liefhebber van spulletjes. Er waren hier ook allemaal mooie dingetjes die je aan je iPhone kan koppelen. Ja. Van microfoons tot lichtjes, et cetera. Dus ik ga hier ook armer. Ik ga ook armer hier weg. Okay. Dus, ja, heel erg bedankt. Jullie bedankt. Ja, bedankt.